In sportcentrum De Kalkwijk in Hoge Zand werd een informatiemiddag gehouden over driewielfietsen. Een driewielfiets wordt vaak ingezet bij ouderen die niet meer zien zitten om op een normale fiets te fietsen. Bijvoorbeeld omdat op- en afstappen lastig is of omdat het evenwicht niet meer zo goed is. We spraken met Angela Schut, fietsdocente bij de Fietsersbond. Dit is een initiatief vanuit de provincie en de gemeentes om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk, zo veilig mogelijk kunnen blijven fietsen. Ja. Dat doen we dan vanuit het programma Doortrappen. Dat is een landelijk programma. En zij hebben binnen hun pakket, zeg maar, onder andere de driewiel ontdekdag. En dat is waar we vandaag voor zijn. Ja. En jullie begeleiden dan ouderen die misschien moeite hebben om zelfstandig nog te kunnen fietsen. Kun je daar kort wat over uitleggen? Hoe gaat zo'n proces? Ja, nou, dat klopt inderdaad. Het is voor senioren. En senioren, over het algemeen genomen, krijgen op latere leeftijd wat problemen met balans, de evenwicht. En dan vinden ze het wat griezelig om te fietsen op een gewone fiets. Dat kan een van de aanleidingen zijn waarom je een driewieler zou willen ontdekken. Omdat je dan dus niet kunt omvallen en dan dus ook een stuk veiliger weer zelfstandig kunt fietsen. Maar het kan ook door allerlei andere redenen komen, waarbij je bijvoorbeeld een niet aangeboren hersenletsel zou je kunnen oplopen, om wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld bij aandoeningen zoals Parkinson kan het ook een hele uitdaging zijn om dan nog op een tweewieler te kunnen fietsen. Nou, bij dat soort situaties is een driewieler dus ook een aangewezen middel om toch nog zelfstandig te kunnen blijven bewegen. Ja. En jezelf te kunnen verplaatsen buiten. Ja. Ja, als jij ziek bent geweest en je kan bepaalde dingen niet meer, of je hebt een balansstoornis of iets, dan wordt normaal fietsen wordt al snel gezien als dat je het eng vindt. En bij zoiets heb je gewoon kans, je hoeft geen balans. Je kan gewoon zitten en je kan fietsen. Ja. Dus daardoor wordt het wel makkelijker. Ja. En jullie zijn hier dan als gemeente Midden-Groningen aanwezig. Wat is jullie rol hierin? Nou, we hebben samen met de Fietsersbond in combinatie, zeg maar, hebben we het geregeld. Ja. We hebben hun gevraagd of hun les willen geven en ook gewoon de fietsen mee willen nemen. En wij zijn er natuurlijk ook voor de promotie en gewoon voor het helpen. En dat we de mensen ook willen uitnodigen om hier te komen. Ook op locatie natuurlijk, voor de mensen hier in deze gemeente. Ja. Ik denk dat zo'n driewielfiets kan ook best wel wat kosten. Zijn er ook subsidieregelingen daarvoor? Per gemeente is het verschillend welke regelingen er zijn met betrekking tot de WMO. Dus dat moet je echt op gemeenteniveau, zeg maar, dan gaan bekijken. Hè, vaak heb je wel de optie dan om of een fiets verstrekt te krijgen vanuit de WMO, of op het moment dat je niet voor het type gaat wat verstrekt wordt, dan zou je eventueel nog gebruik kunnen maken van een PGB. Ja, dat is ook vaak een optie.